Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Welkom op deze feestelijke opening. En wat een fantastisch initiatief van het gezin Rustenburg om dit educatieve centrum over de Tweede Wereldoorlog in Medemblik te gaan en te hebben gerealiseerd. Sietske en Robin en de kinderen, jullie hebben echt iets heel bijzonders neergezet. Het was een lange weg om het voor elkaar te krijgen. Maar jullie zijn volhouders. En mensen met een grote passie voor wat jullie doen. En daarom ook mijn complimenten voor het bijzonder mooie resultaat. De Tweede Wereldoorlog die kende vele gezichten. Van een leven in vrijheid was geen sprake. En ook onze inwoners gingen hier verschillend mee om. Meedoen, overleven of kiezen voor verzet. En ik vraag mij altijd af, wat zouden jij of ik hebben gedaan? Onderdrukking is echt iets wat iets met mensen doet. Ook West-Friesland kende in oorlogstijd vele helden. Mensen die de kwetsbare medemens opvang boden en onderdak. Als je verraden of gepakt werd, kreeg je vaak de kogel. Niet over nadenken, gewoon doen. Tellen we af? Ja. 5, 4, 3, 2, 1... Go! Het ruikt nieuw, heerlijk. Die dekens, sokken hadden we vroeger. Ja, klopt, ja. Die dekens. Ja. Ik heb nog zo'n roze deken in de kast liggen van mijn moeder. Ja. Een beetje voor de baby. Nou ja, ik weet het niet. Het is, en die koffers komen op. Het is een koffer. Oh ja. Ja. Ja, ik zie wel dat het wel leuk dat je dit soort dingen zelf ja. Zien. Zeker. Ja. Nou ja, jij bent een scherp, want ik had het nog niet zien wat van ons is.